Jo van Heuts, gouverneur-generaal te Nederlands-Indië. Geboren hier in Coevorden. Kijk hem eens even shinen met zijn geile moustache. Maar ja, naast de mooie snor heeft hij Van Heuts ook een boel doden op zijn geweten. Want onder zijn commando werd de bloedige Atjeh-oorlog gevoerd. En hier in Coevorden hebben ze een Van Heuts beeld, een Van Heuts park en een Van Heuts singel. Oh ja, ook nog een Paul Kruger school, maar dat is een andere aflevering. Eerst Van Heuts. Hij is een hoge generaal die... Volgens mij een boel rotzooi heeft geschopt in Indië. De naam van de Van Heuts singel, zou dat niet weg moeten? Vind ik niet, want ik vind het eigenlijk wel een hele mooie naam. Dat vind ik kwaad, dan kun je alle geschiedenisboeken wel weggooien in Nederland. Als je dat niet meer herinnert, weet je ook niet meer dat er foute dingen gebeurd zijn. Een medogeloze koloniaal. Monument Indië-Nederland. Lara, vroeger heette dit het Van Heuts monument. Die naam is verwijderd. Is dat terecht? Ja, ik denk het wel. Ja, eigenlijk kan je er niet omheen om toch wel te zeggen dat het wel een foute man is geweest. Gezorgd voor de eenwording van Indië, heette dat toen nog eufemistisch, kwam er in de praktijk eigenlijk op neer dat daar hele dorpen zijn platgebrand, toch? Ja, de schattingen die lopen uiteen van 10.000 tot 70.000 slachtoffers in Atjeh alleen. Zijn missie was om Nederlands-Indië te onderwerpen en dat is hem gelukt. Ja, die Van Heuts was een militair. En als je een koloniale oorlog bestelt, dan kwam het in feite op neer. Ja, dan krijg je die ook. Maar waarom zeg jij dan toch, ja, nee, hij was toch fout? Het grappige is dat we deze vraag eigenlijk nooit stellen als het bijvoorbeeld gaat over de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Ik wil niet één op één die vergelijking maken, maar als je kijkt naar het aantal slachtoffers en met hoeveel geweld dat gepaard ging, dan zullen ze in Indonesië, zullen ze je echt uitlachen dat je deze vraag nog stelt. Niet dat ik de daden van Van Heuts goedkeur, maar het is natuurlijk heel makkelijk te oordelen over vroeger. Er wordt al zoveel veranderd, we mogen dit al niet meer, geen Zwarte Piet. Niemand heeft ooit de gedachte gehad dat het discriminerend was. Ja. Ik wou het dan liever even over Van Heuts hebben, hè? Ik denk toch dat we de Coevorden er wel trots op zijn. Ik denk in die tijd dat de mensen dat nog niet zo goed doorraden. Het is altijd controversieel geweest om voor Van Heuts zo'n monument op te richten. Dus dat is ook niet per se iets nieuws. Ook in die tijd al? Ook in die tijd, ja. En? Die Atjeh-oorlog was natuurlijk verschrikkelijk. Het is te veel eer, hij verdient dat niet. Je vindt het in Coevorden een beetje overdreven, maar als ik nou zeg... Coevorden heeft niks. Coevorden heeft alleen Van Heuts. Is het dan niet een beetje zielig om ze om zo ja, ook nog te... Van Heuts hoort bij hun geschiedenis, Coevorden. Als je Van Heuts weglaat, dan... Precies, Coevorden zonder Van Heuts, dan is het echt... Dan is het niks. Nee, dan is het dan vergeten we überhaupt dat Coevorden bestaat eigenlijk. Staat hij lekker?